Goedenavond. Veel amateurvoetbalclubs in Brabant maken zich zorgen over hun kunstgrasvelden. Het tv-programma Zembla onthulde een paar dagen geleden dat voetballen op kunstgras gevaarlijk kan zijn, omdat er kankerverwekkende stoffen in kunnen zitten. Sommige clubs kiezen er dan ook voor om niet meer op kunstgras te spelen. Dit is de boosdoener, rubbergranulaat. Gemaakt van oude autobanden. Als het heet is, gaat het vreselijk stinken. Het ligt op het hoofdveld van RKSV Nuenen. En daarom spelen ze daar voorlopig op een van de andere vijf velden. Nu ligt hij er dus uit. En zolang we niet zeker weten dat het veilig is, blijft hij er ook uit liggen. En dat betekent dat daar dus niet op gespeeld wordt. En dat mensen die op de tribune plaats wilden nemen, nu rondom de andere velden moeten gaan staan. Volgens het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid, kan er voorlopig gewoon op het kunstgras met rubbergranulaat worden gespeeld. Maar in Nuenen zijn ze niet overtuigd. Omdat we het idee hebben dat er na woensdag, na de uitzending van Zembla, dat daar nog geen onderzoek heeft plaatsgevonden of het inderdaad wel veilig is. En wij hier voor een heel veilig sportklimaat staan voor onze leden. En wij gewoon dit risico niet willen nemen. Ook GroenLinks in Eindhoven is er niet gerust op. De partij heeft raadsvragen gesteld aan het Eindhovense gemeentebestuur. Nou, ik denk dat sowieso wat het RIVM al toe heeft gezegd, dat onderzoek snel oppakken. En tot die tijd wil ik weten van de sportvelden in Eindhoven hoe het ervoor staat en of we geen andere variant kunnen bedenken voordat we echt weten wat de effecten zijn van het rubbergranulaat. Kunnen de kinderen er nog gewoon op voetballen wat u betreft? Ik denk dat dat altijd de keuze is vanuit de club en vanuit de ouders. Maar wat vindt u? Ik zelf ben geen vader, maar ik zou toch pleiten om eerst dat onderzoek eens gedegen af te laten ronden. En tot die tijd gewoon andere varianten te zoeken om op te spelen. En ik praat erover door met verslaggever Tom van de Oetelaar. Ja, Tom, mensen maken zich dus zorgen over die kunstgrasvelden. Het RIVM heeft zojuist bekendgemaakt dat je als je erop speelt dan toch maar onder de douche moet gaan staan als je thuis komt. Maar achter jou wordt gewoon gespeeld. Dus niet overal stoppen ze met spelen op kunstgras. Ja, want hier bij Gudok in Tilburg ligt dat rubbergranulaat op het veld. En de kinderen zijn gewoon aan het spelen. Hier achter mij, daar aan het andere deel van het veld. En ook hier tegenover. Ja, allemaal rubbergranulaat. Toch allemaal maar spelen. Ondanks deze waarschuwing die nu toch wel is gegeven door het RIVM. Waardoor je toch allemaal het gevoel krijgt dat het, ja, het is het onderwerp van vandaag. Dat het toch flink serieus wordt genomen. Bart Vrijsen van Gudok, waarom kiezen jullie ervoor om toch op rubbergranulaat door te spelen? Nou, we hebben ons uiteraard goed laten informeren door de wethouder en zijn ambtenaren. We hebben daar uiteindelijk met het bestuur naar gekeken en gezegd, wat moeten we doen? We hebben ruim 800 spelende leden, van kinderen van 4 tot senior. We beschikken alleen maar over kunstgras. Dus voor ons is drie velden alleen maar met rubbergranulaat. Yes, dus onze keuze is spelen of niet spelen. En we hebben gekozen voor spelen, want 800 leden daar de poort voor dicht doen, dat is voor ons geen optie. Maar jij bent voorzitter van deze 800 leden. Ben je toch niet een beetje bang? Bang is niet het juiste woord. Bezorgd wel. We volgen het nauwgezet. Maar bezorgd is een beter woord als bang, uiteraard. Want er zijn ook ouders. Hè? Ze kunnen hun ouderlijke verantwoordelijkheid daarin nemen en zeggen, oh goed, ik laat mijn kind niet spelen. Wij vooralsnog informeren de leden goed via de site en via mail over het standpunt van het RIVM en de wethouders. En het laatste advies is, laat de kinderen douchen en schone kleren aandoen na gebruik van kunstgas. En dat advies zullen wij vanavond nog naar onze leden sturen. Spelen of niet spelen, dat is de vraag voor de clubs. En hier in Tilburg kiezen ze er dus voor, Tessel, om toch te spelen. Ja, Tom, de KNVB heeft gezegd, wij scharen ons achter dat rapport van het RIVM. Maar wat gaat de voetbalbond nou zelf nog doen? Er komt een groter onderzoek van het RIVM. Ze gaan een groot, volgens mij heet dat een epidemiologisch onderzoek. Dus echt een grondig onderzoek doen. Om nou eens definitief te weten of dat rubbergranulaat nou echt schadelijk is, ja of nee. En die uitslag wordt dan eind van dit jaar beslist. En dan maken alle clubs, zoals de club in Nuenen en ook hier in Tilburg, maken allemaal definitief hun beslissing wat ze gaan doen. En tot die tijd is het daar in elk geval spelen en dus ook douchen. Tom van de Oetelaar vanuit Tilburg, dankjewel.